Goedendag, dit is de Telegraaf Nieuwsflits van woensdag 21 november met het nieuws in 100 seconden. Twee mensen vermoord in Purmerland, letterlijk ondersteboven bevallen. Penningmeester rooft kassen voetbalclub leeg. Je kan kerstverlichting ook overdrijven. André Kuipers de lucht in. En defibrillator 11 in plaats van 800 volt. Op een parkeerplaats in Waterland zijn gisteravond twee doden gevonden. John van de Heuvel, welkom. Vertel. Nou, het ziet ernaar uit dat deze twee mensen in ieder geval door misdrijf om het leven zijn gekomen. De politie heeft gisteravond die twee lichamen ontdekt. Nou, toen de politie dat aantrof, is direct eigenlijk een grootschalig sporenonderzoek begonnen. Dat sporenonderzoek heeft eigenlijk de hele nacht voortgeduurd. En de politie verwacht in de loop van de dag toch wel meer achtergronden te kunnen geven. Oké, we horen vandaag meer. Zeker. Dankjewel, John. Dit is Donna Kelly. De 29-jarige verpleegster heeft de laatste 3 maanden van haar zwangerschap schuin moeten liggen om te voorkomen dat ze een derde miskraam krijgt. Deze week is ze bevallen van een blozende dochter. De penningmeester van voetbalclub SV Lelystad 67 heeft de clubkas leeggeroofd. Mirin L. heeft minstens 120.000 euro van de hoofdklasser in het amateurvoetbal verduisterd. De renovatie van het clubgebouw moet voorlopig worden uitgesteld. Hangt de kerstverlichting al? Deze Amerikanen zijn baas. 54.000 lampjes schitteren op zijn huis. De lichtkermis is helemaal van ledlicht. André Kuipers gaat vandaag voor de tweede keer de ruimte in. Ik sprak eerder ruimtevaartdeskundige Piet Smolders. Nou, ze liggen een paar uur lang in die capsule. Ze hebben dan maar een kuub of 4 te beschikken. Dat is maar een heel klein ding. Een soort lada, maar dan voor de ruimte. Ja. Bekijk het hele interview verder op onze site. Oké, clear. Een hart hoeft straks niet meer met een klap van 800 volt op gang te worden gebracht. Amerikanen hebben een defibrillator ontwikkeld die met 11 volt ook zorgt voor de terugkeer naar een normaal hartritme. Het nu gebruikte apparaat kan de hartspier beschadigen. Eerste tests met de nieuwe defibrillator zijn veelbelovend. Nog een paar dagen na de kerst, de bezorgbusjes rijden af en aan en hopelijk gaan ze met uw cadeaus iets zorgvuldiger om dan deze werknemer van FedEx. Dit was de Nieuwsflits. Op onze site het laatste nieuws over de scholierenstaking vandaag. En we volgen André Kuipers en natuurlijk Ajax AZ. Vanavond voor de beker. Tot morgen!